Hallo allemaal, Fantasy hier met vandaag wat informatie over de game die gaat uitkomen, genaamd Virtual Rides 3. Vandaag gaan we het hebben over de attracties, de plaatsen en nog veel meer. Laten we eraan beginnen. Hierbij ziet u een foto waarvan een datum staat wanneer er een grote aankondiging komt op hun Facebookpagina. Die aankondiging gaat over dat ze een nieuwe game willen releasen. Deze keer met meer en betere functies, zoals een echte fairground waar mensen tickets kopen en mensen voor je gaan werken. En waar mensen aan de hand van je technieken hoe je de attractie bestuurt erin willen gaan of niet. Ze hebben besloten om meer attracties te plaatsen dan bij Virtual Rides 2, die maar 5 attracties bezat. Met deze game van Virtual Rides 3 willen ze er in totaal een stuk of 15 rides in zetten en een grotere map met natuur en in een stad. Laten we maar eens gaan kijken naar de attractie. Hier is attractie nummer 1. Zoals je ziet is dit een attractie dat lijkt op de Devil Rock. Deze attractie ziet er awesome uit, waaronder de kleur. Op deze foto zie je de attractie in zijn glorie, met een mooi decor en als het je is opgemerkt, zie je mensen op de achtergrond. Ja, natuurlijk, Virtual Rides 2 had ook mensen. Maar je kent het wel als je een spel speelt dat je vaak dezelfde personen ziet, alsof er 5 klonen rondlopen van dezelfde persoon. Maar hier heb ik informatie van opgezocht bij de makers van Virtual Rides en hebben ze me verteld dat ze meer dan 1000 verschillende karakters zijn gemaakt in Virtual Rides 3. Zo heeft ieder zijn eigen kleersoort, stijl enzovoort. Alle attracties kan je ook veranderen van kleur en decor als ik het nu niet vergis. Laten we verder gaan naar de volgende attractie. Hier is de tweede attractie. Hier zie je de attractie die lijkt op de Eclipse. Een zeer mooie en leuke attractie waarbij je ook een hele leuke rit en een mooi decor hebt. Natuurlijk valt deze ook weer te veranderen. Veel heb ik er niet over te vertellen. Als je meer weet van deze attractie, dan kan je altijd onder in de comments zetten. Laten we verder gaan naar de volgende attractie. Attractie nummer 3. Hier hebben we de attractie die lijkt op de Tropical Surf van Ride Control. Top attractie voor mensen die een goede show durven te geven. Natuurlijk is deze ook te veranderen van kleur. Fijne attractie voor jong en oud. Weinig over te vertellen, dus laten we verder gaan naar de volgende attractie. We zijn bij attractie nummer 4. De Breakdance, beste attractie dat ik persoonlijk ken. Virtual Rides is de eerste makers van een breakdance met een mensensysteem. We hebben er lang op gewacht, maar hij is er eindelijk. Dit is geen gewone breakdance, maar een grote breakdance 03. Voor heel veel mensen is dit een groot plezier. Dit is een goede attractie, voor de beste shows natuurlijk, ook naar keuze te veranderen. Hierbij kunt u de gondels veranderen en nog veel meer. Maar goed, op naar de volgende attractie. Attractie nummer 5. Hier zijn we bij een attractie dat lijkt op de vliegende stoelen. Natuurlijk is het geen kermis zonder een breakdance en schommelstoel. Deze is ook te veranderen met kleuren. De schommels werken realistisch en ik heb er bijna niks aan toe te voegen. Op naar de volgende. Attractie nummer 6. Deze attractie lijkt op de Airwolf. Top attractie en de leukste ritten. Krijg je hier ook wel mee. Vooral leuk voor een spannende rit. Eventjes lekker over de kop en dan weer versnellen. Let's go! Deze is ook te veranderen met de kleuren natuurlijk. Dus laten we verder gaan naar de volgende attractie. Attractie nummer 7. Hier hebben we de Experience. Of zoals zij het noemen, de Space Experience, dacht ik.
Een attractie met de beste experience alsof je in de ruimte aan het rondtollen bent. Deze is ook te veranderen met de kleuren natuurlijk. En heeft zelfs mensen die voor je werken. Je hebt er één die de kaartjes ophaalt en één die de beugels gaat sluiten. Of deze bij alle rides te doen is, dat weet ik niet. Dus laten we gaan naar de volgende attractie. Attractie nummer 8. Deze attractie lijkt op de frisbee, net als in de game van Virtual Rides 2. Alleen zou deze beter zijn. Allee, dat hopen we. Natuurlijk is deze ook te veranderen met de kleuren. En is een leuke ervaring om te besturen. Zoals jullie zien op de foto, zien jullie dat er bij sommige attracties ride names staan. Dus ik denk wel dat je de naam zelf kunt gaan kiezen. Ten slotte een attractie die nog niet op de Facebookpagina staat, maar wel op Steam. Deze attractie lijkt op de Enterprise, maar hier staan de gondels naar buiten toe. Dus ik ben niet zeker of dit de juiste attractie is die ik in mijn hoofd heb staan. Maar één foto is er van online. Deze is ook natuurlijk te veranderen van kleur en het is te hopen dat deze een succes wordt. Dit waren tot nu toe de attracties en er zullen er nog meer van komen. Er moet er nog zo'n 6 van uitkomen, dus dat moet nog even wachten. Ze hebben ook een map vrijgegeven van waar alle attracties staan, maar deze moet ook nog geüpdate worden. Ze hebben ook een foto gepost van een wijk en een foto van de natuur. Dus het ziet er goed uit om een fantastisch spel te worden. Er zijn ook verschillende kleine eetkraampjes waar de mensen echt gaan eten en drinken voor meer energie te krijgen. Het kan ook regenen in het spel. Dus tijdens de rit kan je wat regen verwachten voor wie dat leuk vindt. Ik houd jullie op de hoogte en als het spel uit is, ongeveer ergens bij maart tot april, komen er episodes van In The Game en ik zie jullie terug in de volgende video. Ciao!